kijkers en luisteraars van Hallo Thuis. Het is nog steeds de Griekse week deze week. En we gaan het vandaag hebben, nog eventjes, over de Olympische Spelen. Annemarie vertelde daar begin van deze week al over, maar er valt nog veel meer over te vertellen. Olympische Spelen gaat natuurlijk helemaal over sporten. Alle soorten sporten door elkaar. En die Spelen die zijn er iedere 4 jaar. Het gaat dan om de zomerspelen. Dus als je het leuk vindt om naar dat sporten te kijken, dan moet je iedere keer weer 4 jaar wachten. En als je mee wilt doen aan de Olympische Spelen, moet je wel echt heel erg goed zijn hoor. Dat gaat niet zomaar. En weet je wat ik de leukste sporten vind om naar te kijken op de televisie als de Olympische Spelen er zijn? Ik vind turnen heel erg leuk. Op die balk en de brug en super knap wat die mensen doen. Kan ik echt een hele dag naar zitten kijken. En een andere sport die ik gaaf vind om naar te kijken, dat is worstelen. Komt ook omdat veel mensen in mijn familie op worstelen zaten. Dus ik heb iets met die sport. En op de Olympische Spelen heet het ook Grieks-Romeins worstelen. Dus dan komt Griekenland weer een beetje terug. Nou, in 1928 werden de Olympische Spelen voor de eerste keer in Amsterdam gehouden. En dat was ook het eerste jaar dat de dames mochten meedoen bij atletiek en bij gymnastiek. Het was de allereerste keer echt heel erg uniek. En op dit moment staan we op die plek waar in 1928 die Olympische Spelen waren. En dat is het Olympisch Stadion midden in Amsterdam. En Amsterdam, misschien weten jullie het nog, dat is mijn lievelingsstad. Dus zullen we even rond gaan kijken waar we nu zijn? Je ziet nu de Marathontoren, zo heet deze toren. En daarbovenop, daar was het vuur. Het vuur wat de hele tijd brandt. En je zag balkonnetjes en daar stonden muzikanten. En die speelden voor de marathon die bezig was. Nou, kijk even een beetje in het rond. Dan kun je het allemaal even een beetje zien. Hoe het er hier uitziet nu. En hoe het er ook toen uitzag. En kijk, daar zien we een prachtig beeld staan. Dan kijken we ook nog eventjes. Hebben jullie ook de cirkels gezien op het gebouw, op het Olympisch Stadion? Dat zijn de cirkels hè, van de Olympische Spelen. Daar herken je het aan, ook als het op televisie is. Nou, toch best een bijzonder idee hè, dat hier in 1928 heel veel mensen liepen. Die kwamen sporten hier en echt topsport aan het doen waren. Nou, het is even leuk om rond te kijken hier. En ik ben benieuwd, gaan jullie eigenlijk ook vandaag nog iets aan bewegen doen en aan sport doen? Op Hallo Thuis kun je bijvoorbeeld ook meedoen aan Fit met Muziek. Hartstikke leuk om een keertje mee te doen, maar misschien wil je wel fietsen, wandelen of gewoon alleen met je armen bewegen. Nou, misschien gaan jullie vandaag nog iets bedenken op dat vlak. Ik ga nog even wandelen hier in de buurt en tot ziens weer.